Voor echografie moeten we weten wat de diagnostische accuratesse is van echografie om uh, rotative te kunnen vaststellen. Hij werd aanbevolen in de richtlijn NAG, de NAG-richtlijn schouderklachten, als middel om in te zetten bij rotative Laten we kijken wat daar de onderbouwing is voor die keuze. En dan specifiek bij accuratesse gaat het om meet het meetinstrument, in dit geval echografie, wat we nou willen meten of willen weten, namelijk rotative dus we zetten eigenlijk een, um, een test af tegen de aandoening, in dit geval een 2x2-tabel. Dus is de test positief of negatief, en de aandoening kan aan of afwezig zijn? Dus wat we hier weer heel duidelijk terugzien, is die, um, dat dichotomiseren van een ruptuur: er is dus wel of geen ruptuur. En dat is natuurlijk op een bepaalde mate is dat problematisch. Um, wat we zullen doen in de cijfers die we presenteren over echografie bij rotatica rupturen, is een onderscheid een beetje daarin maken tussen wat is positief en wat is negatief. En dat doen we naar aanleiding van uh, deze indeling. Uh, we kijken naar uh, full thickness rupturen. Dus dat is uh, het eerste onderscheid. En die full thickness rupturen zetten we af tegen partial thickness rupturen. Oftewel een volledige dikte scheur of een gedeeltelijke dikte scheur. En met dikte scheur bedoelen we eigenlijk van als we de rotator cuff hebben, van eigenlijk het ondervlak van de rotator cuff, dus het gewricht eigenlijk wat onder de rotator cuff gelegen is, naar de beursa die boven uh, de rotator cuff gelegen is. Als die volledig over de volledige dikte uh, gescheurd is, is die van de beursa richting de articulaire zijde helemaal over de hele dikte gescheurd. En bij een partial thickness is dat maar gedeeltelijk. Bijvoorbeeld alleen de bovenkant, alleen het middendeel of alleen de onderkant, het articulaire deel. Dit onderscheid gaan we nog wat verder uitdiepen, maar wordt eigenlijk uh, geïllustreerd aan de hand van deze plaatjes. Dus een full thickness ruptuur, zoals ik al zei, dan ontstaat er eigenlijk tussen het gewricht wat zich hier bevindt... en daarboven, de beursa die zich hier overheen bevindt, bevindt zich eigenlijk een verbinding tussen die twee. En dan noemen we dat een volledige dikte scheur. Bij een partial thickness of een gedeeltelijke diktescheur is slechts een gedeelte van het weefsel geruptureerd en zien we dus alleen maar een gedeelte van het weefsel onderbroken maar er is geen verbinding tussen die articulaire ruimte en die bursale ruimte die daar overheen ligt. Dit onderscheid is nu al even van belang omdat we straks heel duidelijk moeten zeggen oké okay, er is wel of geen volledige diktescheur of er is wel of geen volledige partiële diktescheur. Die twee dingen worden uit elkaar gehaald als het gaat om studies naar diagnostische accuratesse. Hier zie je dat direct. Dit gaat namelijk over een volledige diktescheuren, dus full thickness tears. Uh, volledige diktescheuren. En dan zien we dat de overall, overall accuratesse. Um, kunnen we het beste denk ik kijken naar likelihood ratio's. Ik zal het straks wat uh, verder uh, uitdiepen waarom we specifiek naar likelihood ratio's kijken, um, dan is een positieve likelihood ratio. Is uh, 13 hier en een negatieve likelihood ratio is 0,1. Nou, dat geldt voor de overall accuratesse. Als we kijken naar uh, specifiek de low risk of bias studies, zien we dat het eigenlijk niet heel veel afwijkt. Dus dat die getallen bij uh, volledige dikte scheuren relatief stabiel blijven. Ook als je uh, de uitvoerder van de echo uh, tegenover elkaar zet. Dus bijvoorbeeld, een echografist of een orthopeet ten opzichte van een radioloog, zien we daar eigenlijk niet heel veel verschillen in. En ook als we alleen de uh, wat hogere resolutie uh, probes gebruiken, heeft dat eigenlijk, levert dat eigenlijk allemaal een beetje min of meer dezelfde diagnostische accuratessen op. En uh, om die uh, like ratios een beetje te duiden, ga ik naar de volgende dia. Uh, hier geeft het eigenlijk wat meer de interpretatie van die getallen aan. En dan zaten we met die getallen die we zojuist zagen, zaten we zowel met de positieve als de negatieve likelihood ratio, zaten we in die hogere regio's van 13 ongeveer en van 0,1. Dus dan zit je net op dat grensvlak. En de interpretatie die daarbij hoort is dat het een grote invloed heeft op de te genereren diagnose. Dus het is een patogenomische test. Het zegt echt direct iets over de, de aandoening. Ofwel een belangrijke test met een duidelijke invloed. Op de diagnose. Oftewel, voor volledige diktescheuren heeft echografie wel, uh, wel degelijk wat te vertellen. Laten we kijken wat het voor gedeeltelijke diktescheuren zegt. Um, dit, is de dit zijn de cijfers die passen bij gedeeltelijke diktescheuren. Als we kijken naar de overall accuratesse, zien we uh, een redelijk vergelijkbaar getal. Bij de positieve likeloodratio, ratio, die was net bij volledige dikte scheuren 13.0. Die is nu 11.3, dus die valt nog steeds in diezelfde categorie. En zien we eigenlijk bij de negatieve likelihood ratio dat die uh, wat hoger is, dus 0.3. En dat is eigenlijk minder gunstig. En als we alleen naar de low risk of bias studies, zien we dat dat hier een heel, wel wat meer invloed heeft dan net bij de volledige dikte scheuren. He, die getallen die worden slechter. Dat betekent de positieve likeloodratio ratio wordt lager... Uh, en de negatieve likelihood ratio wordt hoger. He, dus we hebben minder het discriminatief vermogen van de test, in dit geval echografie. Oftewel, als we weer naar dit schema kijken, de interpretatie zit hem bij de positieve likelihood ratio nog steeds op diezelfde twee. Het is dus een grote of een belangrijke invloed, maar bij de negatieve likelihood ratio heeft het slechts een geringe en uh, soms klinisch weinig betekenisvolle invloed. Dit komt een beetje tot uiting ook in een statement wat wordt uh, uh, uitgebracht door de Europese Vereniging voor Musculoskeletale Radiologen, het ESSR met de afkorting. Die brengt eens in de zoveel tijd een consensus statement uit. Daarbij gaan ze kijken naar de literatuur en ook veel naar diagnostische accuratesse studies. Waarbij ze kijken van is een bepaalde indicatie, in dit geval in de schouderregio, een goede indicatie voor echografie. En dan zien we dat ze over uh, full thickness en partial thickness rupturen uh, zeggen dat dat een, uh, een, een drietje en een tweetje is. Dus een drietje voor de volledige dikte scheuren, dus die normering. En een twee-normering voor de partiële, dus de gedeeltelijke dikte scheuren. He, wat gelijk staat, de drie staat gelijk aan. Echografie is de eerste keuze voor beeldvormend onderzoek. Um, en dan wil dat eigenlijk zeggen dat ander type beeldvorm, bijvoorbeeld een MRI. Uh, weinig aanvullende informatie verschaft... als er dan een echo heeft plaatsgevonden. Bij een tweetje... Uh, dan, dat geeft eigenlijk aan... de consensusnormering 2... die bij een uh, partiële... dus een gedeeltelijke diktescheur past... dat het gelijk is een andere type beeldvorming. En dat andere beeldvorming... mogelijk nog wel aanvullende informatie geeft. Dus een MRI na een echo... zou nog aanvullende informatie kunnen verschaffen... over uh, de diagnose... gedeeltelijke diktescheur. En dat blijkt eigenlijk een beetje uit die... Uh, uh, accuratessecijfers die we zojuist uit die systematic review hebben gezien.